Ja, dit is een hele pijnlijke dag, vrienden, voor de politiek. Ja, dat weten we wel zeker. Dat hele verhaal met die Ariep, ja, dat eindigt hier vandaag. Ja, want ze zou afscheid nemen in de Kamer, heeft ze niet gedaan. Ze zegt van, ik heb hier helemaal geen trek in. En zij heeft natuurlijk volkomen gelijk. We weten nog hoe dat allemaal begon, hè. Maar een stelletje losers van die ambtenaren... Die begonnen te klagen over dat ze was zo tuff geweest en ze hadden zoveel kritiek op hun gehad. Oh, en dat was dan weer grensoverschrijdend. Ja, nou. En die Bergkamp met haar clubje die voorzitter van die Tweede Kamer, die wisten niet hoe gauw ze dat moesten laten lekken. Dat er anonieme mensen waren geweest die hadden geklaagd over de Ariep. Weten we het nog? Dat hele verhaal, ja. Nou zeg. En toen daarna, dan kan je nagaan, dus van twee kanten is ze eigenlijk eruit gejaagd gewoon daar, uit die Tweede Kamer. 24 jaar, kan je je voorstellen? Tweede Kamerlid geweest. En ze was dus, en iedereen is het daarover eens, de beste Kamervoorzitter ooit. Ja, en dan moet dat zo eindigen. Dat is toch werkelijk, dat is daar schandalig. Dat is het woord gewoon. Ja, en niks anders. Dat is niet te verdragen eigenlijk. Dat iemand zomaar eruit gewerkt wordt. Ja, en daarbij kreeg ze ook geen enkele steun van die Kuiken. Van die Partij van de Arbeid. Ja, die fractieleider. Ook handjes in de lucht. En die keek ook alle andere kanten op. En die steunde haar totaal niet. En daar werd die Ariep natuurlijk ook knettergek van. En dat was haar reden om te zeggen... Hé jongens, de hartelijke groeten. Ik ben weg. En ja, en nu heeft ze ook gezegd van... Ja, ik ga niet wat gebruikelijk is. Een afscheidsbrief schrijven. Nee, want dat moet dan voorgelezen worden... door huichelaartje Bergkamp. Daar in die kamer. Nou, daar had hij riep natuurlijk helemaal geen zin in. En ze had ook geen zin om daar een beetje leuk knuffelend afscheid te nemen van al die andere huichelaars. Zeker bij de Partij van de Arbeid. Dus vrienden, wat hebben we hier dan? Ja, dat D66. Ja, het is altijd weer... Ja, ik kan het ook niet helpen. D66, maar ook... De Partij van de Arbeid hier, niet ongelooflijk. Ja, die moeten zich diep en diep schamen, ja. En ja, blijft over die hele arme Ariep. Schrale troost voor Ariep is dat iedereen altijd zal weten dat jij de beste Kamervoorzitter was.